Hallo lieve kinderen, vandaag wil ik jullie een boekje voorlezen van meneer Doodsbenauwd. Meneer Doodsbenauwd was werkelijk bang voor alles. Bij het minste of het geringste begon hij al te beven en te bibberen. Het is dan ook geen toeval dat meneer Doodsbenauwd zo ver mogelijk van iedereen vandaan woont. Als hij maar wonen kan, midden in het bos, overal kilometers vandaan. Ons verhaal begint op een ochtend toen meneer Doodsbenauwd lag te slapen. Het was een mooie herfstochtend. De zon scheen, de bladeren aan de boom hadden een prachtig rode kleur en de wind ruiste zachtjes door de boomtoppen. Eén enkel blaadje viel zachtjes van de boom bij het huis van meneer Doodsbenauwd en streek kalmpjes langs zijn slaapkamerraam terwijl het omlaag dwarrelde. Meneer Doodsbenauwd schrok wakker. Wat is dat voor vreselijk geluid, riep hij. O, lieve help, het huis stort in. O, wat een ramp. Het is een aardbeving, dit is het einde. De wereld vergaat. En hij verstopte zich onder de dekens, bibberend van angst. Na een uur, toen hij in de gaten had dat het huis niet instortte en dat er geen aardbeving was en de wereld niet verging, kwam meneer Doodsbenauwd onder de dekens uit. Oef, zei hij. Dat is gelukkig goed afgelopen. Hij stond op en ging naar beneden om zijn ontbijt klaar te maken. Kijk, daar zit hij nog verstopt onder de dekens. Meneer Doodsbenauwd strooide cornflakes uit het pak op een bord. Daarna goot hij melk over de cornflakes. Toen ging hij naar de kast om suiker te pakken. Knap, knetter, krak, deed de cornflakes in de melk. Goeie genade, riep meneer Doodsbenauwd en dook onder de keukentafel. O jee, ik hoor schieten. O, wat een ramp, het is oorlog. Maar natuurlijk was het geen oorlog. En natuurlijk kwam meneer Doodsbenauwd ten slotte onder de tafel vandaan en at hij zijn cornflakes op. Na het ontbijt had meneer Doodsbenauwd wel zin in een wandelingetje. Hij wandelde door het bos bij zijn huis, toen een wormpje zijn kop boven de grond uitstak. Dag, zei de worm opgewekt tegen meneer Doodsbenauwd. Meneer Doodsbenauwd schrok zich een ongeluk. Hé, hey, wat? Schreeuwde hij, wie is daar? En toen zag hij de worm. Goeie genade, een slang! O, lieve help, het is een menseneter. O, afschuwelijk, hij gaat me levend verslinden. En hij vloog een boom in. O, o, o. Maar zo'n heel klein wormpje. Hoe krijgt hij het voor elkaar, zei de worm. En hij kroop zijn gangetje weer in. Na een uur voelde meneer Doodsbenauwd zich dapper genoeg om uit de boom te klauteren en verder te wandelen. Ten slotte hield het bos op en kwam hij bij een weiland. Meneer Doodsbenauwd keek zenuwachtig in het rond. Het was een leeg weiland. Alhoewel... Tussen het gras, in het midden van het weiland, zodat meneer Doodsbenauwd hem niet zag, lag een landloper lekker te slapen in het herfstzonnetje. Meneer Doodsbenauwd liep er heel voorzichtig naartoe door het gras. De landloper sliep als een os en hij snurkte. Wat is dat? Krijste meneer Doodsbenauwd. Het is een leeuw. Ik hoor hem grommen. Goeie genade, o lieve help, een leeuw. Een reusachtige leeuw met enorme tanden. Een reusachtige leeuw met enorme scherpe tanden die mij doormidden gaat bijten. Een reusachtige wilde leeuw met enorme scherpe tanden die mij doormidden gaat bijten. Of misschien wel in drieën. En hij viel flauw. Door al dat herrie was de landloper wakker geworden. Hij geeuwde, rekte zich uit, ging rechtop zitten en zag meneer Doodsbenauwd naast zich op de grond liggen. Ach, zei hij, want het was een aardige landloper. Ach, gunst. En hij raapte meneer Doodsbenauwd op en hij legde hem zachtjes in de palm van zijn hand. Meneer Doodsbenauwd kwam bij en hij ging rechtop zitten en hij wreef zijn ogen uit. Toen zag hij het gezicht van de landloper. Een ramp, Gilda, ik ben er geweest. Het is een reus, een menseter. Goeie genade, hij gaat me opeten voor zijn ontbijt. Jongens, jongens, zei de landloper zacht. Wat ben jij een zenuwachtig baasje, zeg. Hoe heet je?
meneer doodsbenauwd, stamelde meneer doodsbenauwd. Ik was vroeger net zo zenuwachtig als jij, zei de landloper, maar ik heb het mezelf afgeleerd. Zal ik je een geheim vertellen? Meneer doodsbenauwd trilde en bibberde en zei, graag. Het is heel eenvoudig, zei de landloper. Je hoeft alleen maar tot 10 te tellen. Dan zal je zien dat waar je bang voor bent eigenlijk helemaal niet zo erg is. En tenslotte zette hij meneer doodsbenauwd zachtjes in het gras. Goed onthouden, zei hij tegen meneer doodsbenauwd, tel tot 10. En hij ging weg. Het leek meneer doodsbenauwd een heel goed idee om maar eens meteen naar huis te gaan. Hij liep terug door het weiland, liep door het bos en wandelde nog door het bos toen hij op een klein takje trapte. Krak, zei het takje. Meneer doodsbenauwd sprong een gat in de lucht van schrik. Wow. Wat was dat, krijste hij, dat vreselijke krakende geluid. Het is een boom die omvalt en mij zal vermorselen. Oh, afschuwelijk. Het is een krokodil die in het bosje zit en op zijn tanden bijt. Ik ben er geweest. Het is een... En toen viel hij op. Hij haalde diep adem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zei hij. En hij zag dat het een takje was dat Krak had gezegd. Oh, wat een klein pesttakje. Oef, zei hij. Meneer doodsbenauwd was bijna terug bij zijn huis toen een blad zachtjes omlaag dwarrelde van een boom en bovenop hem viel. Help, politie, moord, gilde hij. Ik word ontvoerd. Oh, afschuwelijk, het zijn boeven met geweren. Ze gaan. En toen hield hij op. Hij haalde diep adem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En toen zag hij dat het maar een blad was geweest dat op hem viel. Een doodgewoon blaadje. Een stom, rood, rot blaadje. Het helpt, zei hij hardop vol verbazing. Dan moest hij heel erg lachen, hè? En warempel, het hielp. Vanaf dat moment werd meneer doodsbenauwd gewoon een ander mens. Nou, kijk hem daar nou eens zitten. Hij krijst of schreeuwt of gilt of beeft of bivert of trilt nooit meer. Hij verstopt zich nooit meer onder de dekens. Nou ja, niet erg vaak in ieder geval. Dat was het boekje weer voor vandaag. Dag allemaal!